Hello and welcome to a new video on the AgriPhoto YouTube channel. In this video, we'll tell you more about the AgriBrink central tire inflation system and show the farmers and contractors that use the system. First up, Ronaldo Trost, AgriBrink specialist at tire company Southwest Tires, will tell you more about AgriBrink in North America and how the system was imported into Europe. Goedendag, mijn naam is Ronaldo Trost. Ik ben een werknemer van Zuidwest Banden. Onze hoofdactiviteit is landbouwbanden. We doen ook truck, we doen ook auto. Ik ben verantwoordelijk voor het luchtdrukwisselsysteem, de opbouw daarvan en het ontwerpen daarvan en het verbeteren daarvan. En dat doen wij door heel Europa. We doen dat in samenwerking met AgriBrink Canada. Daar komt het oorspronkelijk vandaan. De roots van AgriBrink liggen in Nederland. Ze zijn heel wat jaren geleden verhuisd naar Canada. Ze hebben daar een akkerbouwbedrijf. Toen ze tarwe gezaaid hadden, konden ze precies zien waar ze met de trekker en zaaimachine gereden hadden. Daar zagen ze sporen in het land en zodoende dat ze hebben gezegd van joh, we gaan een luchtdrukwisselsysteem ontwikkelen. Dat was daar 15 jaar geleden, ja, werd daar niet over gesproken. Hier in Europa waren we er al wel mee bezig. Dat ze het hebben ze helemaal ontwikkeld, dat hebben ze daar al 10 jaar verkocht. In de tussentijd zijn we nu 2 jaar verder. We zijn bijna 250 systemen verder. Wij hebben het systeem wel naar de Europese markt aangepast. Vanwege, wij hebben allerlei gedragen werktuigen in de hefrichting. Wij rijden ook met andere machines. Wij doen heel veel banden wisselen, dat doen ze daar niet. Zodoende dat wij allerlei aanpassingen aan het systeem gedaan hebben. De basiscomponenten die halen we nog steeds uit Amerika vandaan, want ze zijn in de tussentijd ook geëmigreerd. Wij passen het hier aan hoe dat de eindgebruiker het wil hebben. Met smalle banden, brede banden, de gewone banden. Ja, het is ook niet meer echt van we bouwen een luchtdrukwisselset op. Het is echt van we gaan beginnen met wat voor trekker is het. Dan komen de banden. Nou ja, daar zijn wij specialisten in, dus daar kunnen we ook in adviseren. Dan komt het luchtdrukwisselsysteem. En zodoende met de combinatie met de VF-banden of de gewone banden, want daar kan het ook gewoon op. Ja, kunnen wij de mensen gewoon heel goed bedienen en adviseren. En dan ja, in het veld zie je daar het eindresultaat van. We travelled the southwest of the Netherlands, half an hour from Rotterdam, where father and son Van der Berg are at work at arable farm De Bruyne. Once the onion harvest has been finished, preparations for next year's crop are already started. Muck is being spread and incorporated afterwards. Then, ryegrass seed is sown as a cover crop. This will be grazed over winter, and potatoes will be planted on this field next year. Two tractors in the John Deere fleet have been fitted with the AgriBrink tire inflation system. This 6250R features a front bumper with built-in compressor and air tanks to inflate the tires of the Teber MS240 muck spreader that was purchased second-hand this year. In just 30 seconds, the 8 tires can be inflated or deflated when switching from road transport to field work. The second tractor fitted with the AgriBrink system is this 6210R that is sowing the cover crop using a new Kuhn Espro 6000 trailed cultivator drill. Here, the tractor's compressor is used to adjust the tire pressure in the wheels. With this 6 meter wide drill, a large acreage can be drilled in a short period of time, which is ideal when sowing cover crops. The land is immediately drilled after cultivating to save as much moisture as possible.
It's over to Ronaldo now to tell us more about how Dutch arable farmers are using the AgriBrink system and for what types of tires and implements it can be used. We horen uit van de akkerbouwers zelf en van de mensen die met het systeem rijden. En bijvoorbeeld de buurman niet, ja, dat ze op de streep af kunnen zien waar dat ze gereden hebben. Hey, en het verschil qua ja, bodemverdichting, waar de producten gewoon beter tot terecht komen als degene die het niet heeft. Dit jaar is, daar kunnen we dat echt heel goed zien. We hebben een heel nat voorjaar gehad. Daarna is het heel droog geworden. Nu hebben we weer een aantal flinke regenbuien gehad. En om de producten van het land af te krijgen, ja, de grond gedraagt zich gewoon ja, best apart dit jaar. Eindelijk is dat in heel Europa. We krijgen nu zelfs vragen uit Spanje vandaan. In Engeland, daar doen we al heel veel. In het begin deed Canada dat. Wij verkochten wel onze bumpers die we hier in Nederland bouwen. We krijgen ook steeds meer de vragen uit Denemarken vandaan en Noorwegen. In het begin kwamen mensen die zeiden van joh, we willen graag met trekker en met keeper alles in één doen. Ik heb toen gezegd van joh, laten we eerst beginnen met de trekker. Die ga je gebruiken om je vruchten mee te zaaien of te planten. En nu zien we een verschuiving komen van de mensen die al met het systeem rijden. Dat die nu zeggen van joh, we willen graag onze getrokken werktuigen, dus de keeper, de mesttank, de mestsprayer, willen gaan uitvoeren. Ja, wij zien wel dat de meeste systemen die we doen, die worden verkocht op nieuwe tractoren. Dus dan gaat dat via een dealer. Wij hebben ook gewoon een instructieboek dat je het systeem zelf op kan bouwen. Ik moet wel zeggen, wij hebben een aantal plekken in Nederland waar we intensief werken met mechanisatiebedrijven. Ja, die hebben wij gewoon geïnstrueerd hoe ze het moeten doen. Wij hebben ook zelf daarmee geholpen met opbouwen. Als er problemen zijn, dan bellen ze ons. Doen we een gedeelte telefonisch. Als dat niet gaat, gaan we gewoon op locatie. Gaan we het meehelpen, oplossen van het probleem. We nemen de monteur mee van hun, van het desbetreffende bedrijf. Die weet ook gelijk waar die naar moet kijken als de storing weer zich voordoet. En op die manier proberen wij een netwerk van mechanisatiebedrijven op te bouwen die weten waar ze over praten. Als er vragen zijn, dat ze die ook aan ons kunnen stellen. Ja, wij krijgen wel steeds de vraag van, joh, is het nodig op een VF-band? Want die mag met een lage spanning mag die veel gewicht dragen. Dat komt ergens vandaan. Ja, de band is wat zachter, dus je kan op een lage spanning ook hard over de weg rijden. Ja, wij zien wel, die band die slijt gewoon ontzettend hard. Ons advies is, als je een VF-band koopt, kijk, als alles rond de deur ligt, dan kan je ook zachtjes rijden. Maar als jij 10 of 15 kilometer moet rijden met je product, met een keeper of met een trekker, dan is een luchtdrukwisselsysteem, ja, brandstof en bandenslijtage. Banden zijn ontzettend duur geworden. Is het vrij makkelijk uit te rekenen om, ja, dat je dat terugverdiend hebt qua kosten wat een nieuwe band kost. Dat geldt ook gewoon voor een normale band. Sommige banden kan je best laag in spanning rijden. Die wil je toch op de weg weer op wegspanning oppompen. Want ja, als je dat niet doet, ja, dat trekt als dieplood. En het is gewoon, ja, ontzettend, de banden worden ontzettend warm en je hebt, ja, heel erg slijtage onderheen. Wij krijgen vaak de vraag van joh, onze trekker heeft geen lucht. We willen graag een externe compressor. Dan kijk ik wel van joh, wat wil je ermee doen? Wil je er ook een keeper mee uitvoeren erachter met de luchtdrukwissel? Of zeg je van nee, het is alleen voor de trekker en we rijden bijvoorbeeld op smalle banden. Ja, dan zeg ik van joh, probeer dan een standaard compressor op te bouwen zonder luchtremmerij, maar wel gewoon met een luchttank en dat wij vandaan daar weer verder gaan. Ja, Bitroys bijvoorbeeld of een combine, daar zit geen luchtcompressor op. Daar zetten we wel een externe compressor, want dan praat je meestal ook al gelijk over groot volumebanden. De meeste tractoren die we doen, is eigenlijk gewoon met de standaard luchtcompressor die meegeleverd wordt vanaf de fabriek. Ik denk zelf dat ons systeem qua prijs best redelijk interessant is. Ook al is het aftermarket. Wij hebben ook tractoren gewoon opgebouwd met 12.000 uur. En die man zegt gewoon, ik kan nog gewoon 5.000 uur met die trekker rijden. Dus hij zegt, wat is veel? Dus kijk wat er in je veld gebeurt. Kijk wanneer je het veld ingaat. Is met deze weersomstandigheden ook niet altijd even makkelijk. Dat weten wij ook. Maar wij merken wel, er zijn steeds meer mensen met de bodem bezig.